Welkom in de prachtgemeente. Welkom in Oost-Rozebeke. De mensen zijn er lief en teder. Welkom in Oost-Rozebeke. Kom maar af naar onze streken. Gezellig samen zijn we zeker. Op terras een beetje drinken. Welkom in Oost-Rozebeke. Robert, proficiat, hè, jongen. Allee, maar niet eerst, ja, maar die man niet eerst, hè. Goed. Maar mijn zuster komt ook naar achter met de drie kinders. Ja, ja, ja. En hoe is dat nu met Karin? Is er al een beetje over? Oh, ja, dat is allemaal nog een beetje ver, zeg. Ja. En alles doet er nog aan Charlie Payson. En ik alleen nog maar juist zijn 15e verjaardag viert. Of een pikinisje vind ik dat een schoon lotte. Ja, je weet. Hé, die man. Is Francis niet mee? Nee, dat zijn hele vertellingen. Maar achter al die uren neemt hij zijn vee, ik heb eerst een drankje met hem. Hallo, proficiat. Ja. Proficiat. Merci. Hey. Voilà, hè. Hij ziet er zo goed uit als nieuw. Ja, ook een de kapelle moet versierd worden, hè. Ach, zo doen we niet zien. Ik ga op hun leeftijd, maar ik zou nog een beetje content zijn, hè. Zeg, schroef je hem hier op voor Ben 6B? Ja, kijk, ik ga dat doen. Ah, goed zo. Dag, Ria. Amai, Monique. Hij staat er zo snel op. Moet je gewoon op doen? En we moeten er naar de stad, dus naar de huldigingen van Robert. Ah, ja? Het is pittig dat hij zijn bloed en zuster vergeten te noemen. Maar ja, vergeten. Lieve, tot ben 6B. Ja, dank u. Zeg het een keer, Ria. Juste de puntjes. Oké. Okay. Heb je er nog wat woord van tante Ria? Ze kost er niet meer lang aan onkel Robert niet in vrouwen. Ja, is ze ooit al een keer content te weten? Zij dan door een kleintje beetje staan uit, maar die mensen nu zo dan gegeneerd, ik ga deze commissie al in Wijham gaan doen. Ja, dat wel, ziet dat allemaal in handen gestoken, meisje. Moest ons vader en ons moeder nog leven, nee. Te jammer dat we ons vader niet meekomen. Ja, het is druk, hè? Ja, het is wassie zo. Moet veel werken. Dat is normaal, had ik. Ja. We gaan werken aan een ander in congé, dat zou toch echt niet voor mij zijn, wij. Dat weet me. Hallo, hallo. Hallo. Beste genodigden. We zijn hier vandaag allemaal tezamen gekomen om een heel uitzonderlijke man te eren. In 1988 had hij dan ook maar één doel voor ogen. Over die verhuining van die zwinnenkoop, daar houden ze wel niet van klappen, hè. En we spreken, zijn er meer zwins dan mensen. Dat was hier niet. Dat was in Wenen. Sst. Is dat de zoon van Robert? Ah, ja, niet. Maar er zit een serieuze oor in de buurt tussen die twee. Oh, ja. Robert kan niet goed vertrouwen dat ze een zoon heeft. Allee, weet wel, hè? Dan wat? Wel, voor de fitness. Zeg, gaat er al een keer met je zwien. Zit met die tweede van de Muppets. Het is dan ook met trots dat wij Robert, namens Hans het gemeentebestuur, deze prachtige geschenken gaan aanbieden. Heb je in al die jaren geen ene gebracht? Moet je ook geen een? Ach, Pede. Pezen. Dan moet je nog eens hier doen bij je van boven. Zeg, waarom zeg je nou eens over je toeren? Over mijn toeren? Hoe is naar Robert? En mijn niet eens uiten nodig voor zijn fiesta. Hoe is Rosette? Ik heb ze al een maand niet meer gezien. En voor haar kinders ben ik stront. Zo misschien helpt niet, moest je er een keer van klappen. Het klappen? Valt dat juist niets meer uit te klappen. Dat vind je verder gekomen. Dat nu eigenlijk echt wat nodig? Matte. Maar ja, die eerste nog wat te laten. Moest hij eigenlijk echt meekomen? We er zien elkaar heen. Heren zien, heren zien. Weet je er niet wat dat is, heren zien? Dat is een bevlieging.
en doe Janne te zien. Weet dat ik dat niet heet neder zo voor mijn pistoot. Jongens, dit bestond dat allemaal niet. Nog niet. Ze stonden onderweg of ze werden een paaster. We gaan dat niet verpest met je vader. Kom eens in voort. Moet we er niet voort gaan. Wat is dat hier eigenlijk allemaal zo? Mag ik het nog met je bievel? Oh, ja, ja, ja. Met ja, plezier. Maar moet weer in je overdreven ook, hè? Maar al veel luid, het is een tweede loze kwaad. Ja, maar ja. Oh, Luti. Ja, Luti, Luti. En ik weer helemaal het wakker lijf van je snurk. Ik ken dat al. En we zijn allemaal nu, hè. Tegelijk, ik lijk het hele nacht wakker van die vent. Weet je dat, hè? Wakker? Ja. Van snurk? Het zou best zijn. Maar snurk heet weken zo leuk of ik? Ik, hè? Ja, maar weet het niet, hè. Ja, ze lijkt te slaan. Maar moet je geen zorgen maken, want het vanavond wordt niet worden, Sanderke. Voor wat? Van wat, hè? Als je zo voortdoet, ga je weer op de zetel kunnen slaan. Daarvan. Dat is ons haast. Hoe dan is zo moeilijk over te zien? Zie ze daar zo allemaal staan, de totentrekkers. Ja, het gedrong. Door ze, hoe is Française? Zuster ook weer bij. Word ik weer in die wagen voor een chique spel? Ja, de pers is hier. Dat maar in de gazette komt. Ze moeten het allemaal lezen. Dat is de familie van Akkeren. Kom maar, ja. Als je nog niet goed komt, wat in de familie komt. Ploep op mijn lip.